Expeditie Robinson, aflevering 7. Terugkijken, meepraten. In weer deze trui, ja. Let's go. Stoere rapper gaat naar huis vanwege heimwee. Ja, ja, ik had het niet verwacht. Nou, kraantje. Dat iemand dan zegt, ja, ik heb geen zin, ik ga naar huis. Ik vind dit dus van Jaloe. Zij zegt zij heeft zo'n topsportmentaliteit. Dat ze dus inderdaad heel erg zwak vindt als iemand naar huis gaat. Maar ja, ik heb wel zoiets van, ja, je kan dat niet voor een ander bepalen, weet je wel. Dat vind ik wel heftig. Oh, nu komt JJ aan op afvallerseiland. Zo. Bertie chillt hem gewoon nog steeds. Kettingen maken, alles. Hoe komt Bertie aan naald en draad? What? Wij hadden dat niet, hoor. Is raar dat ik zeg, het is goed om jullie te zien. Ja, dat is nu maar niet iets geweest. Lex doet wel tof hoor, voor iemand die zelf ook echt niet de leukste dingen heeft gedaan, zit hij wel nu heel stoer te doen. Ik heb nog wel veel nare kutverhalen over je gehoord. What the hell did you just say? Ik heb wel een beetje echt met JJ te doen, dat je dan op zo'n eiland komt en dat dan drie mensen zo op je springen, maar je merkt wel dat Berto, jezus, sorry, Jeff, ik wil Jeff zeggen en Barto tegelijk met Berto. Je merkt dat Bertie en Barto, yeah! Bertie en Barto, dat zij gewoon eigenlijk wel heel lief zijn. En dat zij zoiets hebben van, ja, je bent hier nu, het is prima. Maar dat Lex er vooral op doorgaat. We hebben nog maar 5 kokosnoten. En het liefst eet niemand meer in het team kokosnoten. Even een side note. We hadden dus inderdaad geen eten meer. En toen zag ik op Twitter dat allemaal mensen zeiden van, jullie zijn zo lui, je hebt geen eten, waarom ga je dan geen eten zoeken? Ik word er altijd een beetje fired up over, want dan denk ik, denk je nou echt dat we geen eten hebben gezocht? Jullie zien zo'n stuk van wat we allemaal doen op een dag. Uiteraard hebben we gezocht naar eten. Maar ja, als je in het water staat en je vangt geen vis en er hangt niks meer aan een boom, dan weet ik ook niet zo goed wat we moeten eten. Dus het is niet zo dat als je dat niet ziet, dat we dan niet naar eten hebben gezocht. Oh, die verrekte regen. Oh. Ik krijg gewoon helemaal een soort van... Wat is dit? Ik krijg gewoon een soort van... Ik had al een hekel aan regen, maar door de expeditie heb ik gewoon een soort van intense afkeer. Dat als ik ook maar een druppel voel buiten dat... No, God, please, no. 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 Zelfs de bikkels... Een soort van beginnen te twijfelen van jeetje, wat doen we hier? Dat is wel echt zo, want je moet dus ook begrijpen dat als het regent je niet kan koken inderdaad. Dus er is geen vuur, het regent de hele nacht, je hebt het ijskoud. Je hebt dan niet heel veel spieren meer, dus alles wordt soort van slap en vervelend en levensloos. En je wordt gewoon een ander mens, want alles gaat weg, alle emoties gaat weg. Ja, wij zijn natuurlijk best wel koppig geweest als team en een beetje luiig. Hoe hebben zij dat daar gedaan? Aan die kant hebben ze gewoon het zo. Ook echt nu, als het echt ellendig is en je echt niet meer kan, dat toch maar wel gaan doen. Weet je wat het gewoon ook is? We zijn gewoon alle 5 echt niet van die handige Harry's. En het is echt zo, we zijn echt geen handige Harry's. Wij kunnen gewoon allemaal niks bouwen. Dave, Dio, Thomas, Gab en ik. Wij konden echt, we wisten echt niet wat we aan het doen waren. Dus ja. Dit was gewoon de druppel. We zaten er zo zielig bij met die poncho's. Ik begrijp nu pas de ironie om te zeggen dit was de druppel als je continu in de regen zit. Wat een joke. Maar je bent gewoon geen mankracht in dit team. En... Wel heftig hoor om dat te zien met Klo. Echt wel heel dun. En we zagen het natuurlijk daar wel, maar als je het zo op beeld ziet, denk ik wel van... Tijd voor een proef! Hier kamp Noord op de eliminatieproef. Daar gaan we. Weer een puzzelproef, jongen! Tijdens deze proef begon het trouwens ook echt keihard te regenen. Zo hard dat we even moesten stoppen. Het was zoveel regen, die camera's trokken dat ook allemaal niet. Kijk, daar gaan we! We zijn misschien niet zo goed in puzzelen, maar we hebben het wel slim gedaan. Lekker dicht bij de zee. Dus wel als ik het weer terugzie, dat ik echt weer me kan herinneren hoe erg je in zo'n spel zit. Want je hebt gewoon helemaal niet meer door dat het ook nog een programma is. Dus je bent alleen maar bezig met het spelelement en hoe je dat moet doen. En in het water en snel, 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 snel. Heel gek wat ik nu ga zeggen, maar heel soms mis ik het. Heel soms. Oh, die bal was zo zwaar. Je zag Thomas zo... Weer zakken in het water gewoon. Dat touw, even voor het andere kamp opkomend. Het lijkt nu echt zo van, hoezo kreeg je die er niet overheen? Maar het was heel hoog, die stellage. Dat vind ik op camera
minder hoog lijken. Maar in het echt, daar kom je ook bijna gewoon niet overheen. Yay! Zou je dit de eerste kruik op? Kruik 1. Ja, rustig, rustig. Oh, die arme Jaloe. Yes! Yes, kom, Zuid! Zo blij zijn ook echt, niet te doen. De zwaarste dag in de expeditie tot nu toe. Dave was heel ziek en Dio was heel ziek. Eigenlijk zij met z'n tweeën aan het einde bij deze aflevering konden echt niet meer. Dat was echt wel heel zielig. En voor wie zich dan afvraagt of je dan toch eten krijgt? Nee dus. Nee, je krijgt echt niks. Er is niks. Je krijgt zelfs geen medicijnen. Alleen als het echt, echt, echt niet anders kan. Chloe is eruit. Maar omdat Alex vorige keer opgaf, hoef je nog niet naar huis. Als je terug wil keren in de expeditie, zal je heel diep moeten gaan. Oké, hier was natuurlijk heel veel verontwaardiging over. Omdat iedereen zei van ja, wat is dit? Waarom hoeft ze niet naar huis? Het is natuurlijk ook wel een beetje gek. Maar aan de andere kant, ik denk dat als je opeens te maken hebt met een situatie waarbij twee mensen zijn weggegaan, dan was het misschien ook gek geweest als zij wel naar huis ging. En dan was de samensmeltinggroep al compleet, zeg maar. En degene die dat duel verliest, voor die persoon, is deze expeditie ten einde. Oh my god, jongens. Deze aflevering wordt gewoon epic. Ik heb er heel veel zin in. Dit was even de review van deze week. Vanavond zeker weten te kijken. Ik heb er echt mega zin in. Dankjewel voor het kijken. Dit was hem weer. Ik ben er nog. Dus ik zie jullie volgende week. Doei.